In een land, hier ver, ver vandaan, had je eens een gnoom, een elf en een pratend varkentje. Drie magische wezens die niets met elkaar gemeen hadden, buiten het feit dat ze in hetzelfde duister waren beland. De drie wezens kwamen vroeger naar dezelfde plek, een plek waar ze vreugde konden vinden, maar waar ze nu alleen nog verdriet van krijgen. Want zoals het gaat in sprookjes, wordt iets altijd omgetoverd. En zo werd de magische vallei omgetoverd in een plek vol verderf en verdriet, met kerkers in plaats van bomen. Zo kreeg je nachtmerries en geen dromen, met aan de heersende hand een vampier, die liever in de stilte van het duister leefde. Een vampier die niets van de wezens wou horen. Want wie kabaal maakte, werd misschien wel zijn volgende maaltijd. Hier opgesloten willen de drie wezens het licht toch nog altijd een kans geven. Zo waar het licht het enige is dat iemand kan helpen met ontsnappen uit een droom. Wat ik hier doe? Zou je mij misschien kunnen zeggen waar we zijn? Hou toch al bij op met zoveel lawaai te maken. Sommigen van ons proberen een laatste dag een rust door te brengen. Wie bent u? Kunt u mij vertellen waar we zijn? Kunt u ons hier uithalen? Hou gewoon uw mond. Waarom mag ik niet praten? Wat begrijp je niet aan hou je mond? Oh nee. Wat heb ik gedaan? Wat heb je gedaan? Je begrijpt het niet. Cephas gaat ze komen. Gaat wie komen? Degene die ons hierin heeft opgesloten. Oef. Deze keer hebben we geluk gehad. Hallo kat, wat bedoel je daarmee genomen? Niets. Ik bedoel er niets mee. Oh nee. Dan is het goed. Of was je weer aan het proberen te ontsnappen? Want je weet wat er gebeurd is de vorige keer dat je dat probeerde. Dat was niet mijn plan. Ze wouden dat ik meeging. En je weet wat er met ze gebeurd is. Dus wees blij dat ik je in leven heb gelaten. Blij? Omdat jij ons opsluit en niet vermoord, moeten wij blij zijn? En wie ben jij om zo tegen mij te spreken? Ik ben... Je bent wat? Ze heeft gelijk. Jij wilt dat we je dankbaar zijn, maar voor wat? Je hebt niets rechtvaardigs gedaan en al helemaal niets bereikt. Als jij nog één keer zo tegen mij spreekt, of gewoon in het algemeen tegen mij spreekt, zonder dat ik jou iets heb gevraagd, dan beloof ik oprecht dat jij mijn volgende maaltijd wordt. En dit geldt voor jullie alle twee. Jullie zijn niets waard, jullie zijn gewoon gevangenen. En als jullie echt weg willen, vraag maar aan gnoom wat er gebeurt. Dus wees maar blij, voor zolang het nog kan. Is ze weg? Ik denk dat ze weg is. Gnoom, wat bedoelen ze eigenlijk allemaal? Ja, gnoom, weet jij hoe we kunnen ontsnappen? Nee, dat weet ik niet. Maar je hebt het wel al geprobeerd.
Ja, maar als het geluk was, zat ik hier nu niet. Wij weten ook dat het niet was gelukt. Inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat het nog eens zal mislukken. Ik snap dat jullie weg willen. Dat wil denk ik iedereen die hier vastzit. Maar als het makkelijk was, dan was het wel al gelukt. Omdat jij hier niet weg geraakt, wil dat niet zeggen dat wij hier niet weg kunnen geraken? Wat bedoel je daarmee? Ik wil gewoon zeggen dat het ons misschien wel lukt om te ontsnappen. Misschien ben je wel positief, maar als je denkt dat we hieruit kunnen ontsnappen, ben je ook heel naïef. Het is alleszins beter om in iets te geloven, dan zoals jou hier gewoon weg te zitten rotten. Nou, ik ben het eens met Elf. Hier op een duistere plek als dit kun je beter in het licht geloven. En dat licht is vrijheid. Vrijheid die jij vergeten bent te voelen, Gnoom. Inderdaad, vrijheid die hij is vergeten. Maar vrijheid die jullie ook zullen vergeten. Ik dacht dat je... weg was. Ik was benieuwd wat Gnoom ging vertellen. Ik heb niets gezegd. Ik weet het. En het is teleurstellend. Teleurstellend? Ja, teleurstellend. Als je niet eens wilt vertellen over jouw ontsnapping, is er ook geen gevaar dat je gaat ontsnappen. Het kan wel goed dat Gnoom gaat ontsnappen. En dan gaan wij mee. Nee, dat is iets dat niet gebeurt. Omdat Gnoom gebroken is en vastzit aan deze cel. Wat wil dat nu weer zeggen? Eerder had ik jullie beloofd dat jullie mijn volgende maaltijd werden als jullie nog eens iets tegen mij zeiden. Zonder dat ik zei dat het mocht. Nu, ik vind onze gesprekken wel leuk, dus zal ik mijn maaltijd maar uitstellen. En vooraleer jullie een plan maken om te ontsnappen, weet dat ik meeluister. Is ze weg? Maar echt deze keer? Ik durf daar niet meer op te antwoorden. Ja, ze is weg. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat ik hier het langste van ons alle drie zit en inmiddels door heb gekregen dat ze alleen maar komt als het echt nodig is. Daarom zou ze niet snel terugkomen en haar tijd aan ons verspillen. Dat is een opluchting. Zeg dat wel, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat we hieruit geraken. Hieruit geraken? Elf heeft gelijk, we moeten hieruit geraken. Wat bedoelen jullie precies met hier uitgeraken? Hier weggaan. Ontsnappen, Gnoom. Ontsnappen. Ontsnappen? Ja, ontsnappen. Of denk je dat ik hier de rest van mijn leven wil blijven zitten? Ja, wij willen weg. Inderdaad. Wij willen terug de liefde van de vrijheid voelen. En de vriendschap van de zon en de wind zien. Maar we kunnen niet ontsnappen. Niet, als ik vragen mag, en omdat je dat eens eerder hebt geprobeerd, telt niet als antwoord. Nee, omdat we geen plan kunnen maken, want vampier luistert mee. Oh ja? Had je niet zelf gezegd dat vampier weg was? Ja. Dus iemand die weg is, is niet hier. En iemand die niet hier is... kan ons niet horen. Ik ben het eens met Elf. We maken een plan en zijn hier weg. Dus Gnoom, doe je mee of niet? Ik denk dat ik weinig keuze heb. Zo mag ik het horen. Nu, iedereen, wees een beetje positiever en bedenk allemaal een goede manier om te ontsnappen. Hoe ben je eigenlijk de vorige keer ontsnapt, Gnoom? Met een verborgen doorgang uit een cel. Maar er zijn maar een bepaald aantal cellen met zo'n doorgang. Zoek naar zo'n doorgang! Je hoeft niet te zoeken. Als je cel erin heeft, staat er op de plaats van die doorgang een pootafdruk. Ik heb een pootafdruk in mijn cel. Ik ook. Mijn cel heeft er geen. Doordat ik verplaatst ben naar mijn mislukte ontsnapping. Geen probleem, Gnoom. We komen terug voor jou met hulp. Varkentje, maak jij jouw doorgang al open en kijk jij waar die doorgang naartoe gaat? Dan blijf ik hier nog even bij Gnoom, tot je terug bent.
Waar blijft Varkentje? Geen idee. Ik begin een beetje ongerust te worden. Sorry, Gnom. Ik ga ook door mijn doorgang. Ik heb liever dat Varkentje bij ons is dan helemaal alleen rond zitten dwalen op deze plek. En zeker met die vampier. Ik begrijp het. Ik heb ook liever dat Varkentje terug bij ons is. Ah, jullie willen Varkentje terug. Had dan wat gezegd? Hoe bedoel je? Ik had toch gezegd dat jullie mijn volgende maaltijd gingen worden. En Varkentje was toevallig de eerste die mijn pad kruiste. Wat bedoel je met toevallig? Misschien niet zo toevallig als je denkt. Ik zei toch dat ik alles hoorde. Ik wist het. Dat maakt nu niet meer uit. De vraag is, wie wordt de volgende maaltijd? Waarom? Waarom laat u ons niet gewoon vrij? Nee, maar ik weet wel dat jij de volgende gaat worden. Het was toch altijd al het plan van Elf om Varkentje te volgen bij de ontsnapping. Dus het is afgesproken. Eerst Elf, daarna Gnom. We hebben niets afgesproken. Oké. Elf, wie eerst? Jij of Gnom? Elf. Elf? Elf. Varkentje! Ja, de enige echte. Hoor jij niet dood te zijn? Ik zou niet weten hoe dat gebeurd zou moeten zijn. Maar je was toch opgegeten bij de ontsnapping uit de kerkers? Opgegeten? Kerkers? Je hebt het toch niet over dat griezelverhaal van vampier wat ze gisteravond had verteld? Ik weet niet. We houden het er gewoon bij dat je een slechte droom hebt gehad. Maar nu moeten we ons echt klaarmaken, anders geraken we nog te laat op het feest van Gnom. Ja, Gnom zijn feest, ja. Zeker dat alles goed is? Ja, alles is goed. Van waar de vraag? Gewoon, omdat je nog geen spreuk hebt gezegd, zoals je iedere dag doet als je wakker wordt. Ja, sorry. Van een droom krijg je geen spijt. Bij een nachtmerrie heb je wel die zekerheid. Wees dus diegene die zich aan zijn verbeelding wijdt. En geraak je nachtrust niet kwijt.